Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe review video. En in deze video gaan we de nieuwe Fujifilm X-H2S testen. En ook met de officiële firmware, wat gewoon heel erg fijn is dat ook alles wat wij doen, ja, dat zal hetzelfde zijn zoals ook bij jullie zal zijn. En als je nou denkt van Ferry, wat zie je er sportief uit? Doe je opeens ook aan extreme sporten? Ja, nou komt dat omdat de S staat natuurlijk voor speed, voor snelheid. En om dat dan goed te testen, ik ben nou niet het meest sportieve type. Maar gelukkig heb ik een goede vriend van mij die dat wel is. Of tenminste, hij is misschien zelf altijd het meest sportieve type, maar hij weet wel veel van sportfotografie. Dus ik heb uitgenodigd monsieur Arribon Mon. Goeiedag! Arie, ken je misschien een keer van een video die ik een tijd geleden gemaakt heb? Zal ik de link hier onderin plaatsen? Dat is al nog even terug, ja. Dat is al 4-5 jaar geleden, denk ik. Dat was dan met de H1. Ja. Dat was de H1-test. Dus met de H1 hebben we al, met toen destijds, heb ik al een keer met Arie samengewerkt. En dan eigenlijk al contact gehouden en dan is gewoon vrienden van elkaar geworden, om het zo maar te zeggen. Maar lang verhaal kort samenvatten. Ik dacht, wat is nou een betere manier om de camera te testen dan samen met Arie hier op de motocross in Uvenhout. We hebben gewoon echt gewoon een mooie, goede praktijktest van hoe deze camera doet, ja, als snelheidsmonster, om het zo maar te zeggen. Ja, dat moet het zijn, hè? Moet het zijn, dus ik ben benieuwd. En wat we ook gedaan hebben, is deze review in tweeën gesplitst. Jullie kijken nu naar de fotografievideo. En er komt ook nog een video over de videokant van deze camera. En even belangrijk om erbij te vermelden. Denk nou niet van, ja, maar video boeit me niet, ik hoef die andere video niet te kijken. Kijk die ook vooral, want ik weet nu al dat we daar dingen in gaan vertellen. Daar hebben ze in de fotografie ook wat aan. Daar hebben ze zeker in de fotografie ook wat van en leerzaam. Dus dat... Zeker weten. Maar ik denk, het handige is nu wat we gaan doen. Ja, ik wou net zeggen. Lekker aan de arbeiten. Precies. Ja, gaan we. Nou, we zijn eigenlijk bij het eerste best wel aardige plekje aangekomen. Hier heb je lekker de ruimte. Dat kan de camera best wel even laten zien. Kun je lekker zitten, je zit veilig. Ze komen of daar vandaan of daar vandaan. Dus ze komen altijd lekker om je heen. En als je een mooi laag standpunt neemt straks, dan ben je daar die hekken een beetje kwijt. En dan heb je gewoon een heerlijk plekje om je eerste foto's te gaan maken. Ik zeg, laat ze maar komen. Dus als ik nu goed heb, kunnen we waarschijnlijk maar een heuveltje over, hier de bocht door. Ja. Als ik me dat herinner van de andere jaren, dan meestal komen ze zo voorbij. Maar het zou zomaar eens anders kunnen. Hè? Elk jaar is verrassingen. Ik kom wel eens op banen en hebben ze in één keer hebben ze hem omgegooid. Dus het is altijd slim, voordat je echt aan de gang gaat, eventjes te kijken van hoe rijden ze. En zeker niet tussendoor zomaar eventjes overrennen. Dat is ook niet verstandig. Als je een motortje tussen je beentjes krijgt of in je ruggetje, dat doet best wel ouw, ja. Deze camera heeft een nieuwe sensor. Hij heeft een backside illuminated stacked sensor. Hele mond vol, maar wat is hier nou het voordeel van? Nou, wat er eigenlijk gedaan is, is... In de sensor, of gelijk achter de sensor, is gelijk de buffer geplaatst. Wat ervoor zorgt dat hij veel sneller kan uitlezen. Dus je kan hem ook met een elektronische sluiter op zeer hoge snelheden goed werken zonder dat je rolling shutter effect krijgt. Dus je van die hele wobbly beelden krijgt als je bijvoorbeeld mee gaat pennen met de motocross shot. En daarnaast zorgt er ook voor dat je met flitsen op veel hogere tijden kan synchroniseren met de elektronische sluiter. Ook met video zorgt het ervoor dat je ook veel minder rolling shutter krijgt. En het is gewoon heel erg fijn dat deze camera dit nu heeft.
Wat ik net heb getest is het autofocus systeem. Zodra die over een heuvel heen komt, normaal gesproken moet je wachten, pak je hem op, kost tijd. Deze, zodra de helm erachter vandaan komt, bam, en je hebt hem. Super. En... allemaal scherp. Ik kom natuurlijk van de XT2 en de H1 vandaan. En met deze H2S is de snelheid vele malen hoger. Als je nu op de baan staat, je kan je objecten veel sneller pakken. Dus als ik echt massa moet draaien, met zo'n camera heb je op het einde van de dag heb je gewoon veel meer materiaal. En het is nog eens een keer scherp ook. Hij had hem al gevonden. Waar zit hij nou voor de bus? Hier op de draaistop, waar Steve stopt. Kijk, daar kan ik hem zo terugzetten naar normaal of wat je wil. Dank u meneer. Alsjeblieft meneer. Je ziet het dus gewoon echt niet. Ik denk, beurt er wel wat. Maar je moet boven in je scherm kijken naar het icoontje. Dan weet je dat je op high speed zit. Maar voor de rest, je hoort niks, je ziet niks. En op dit punt van de video aangekomen. Als je een leuke video vindt, geef een duimpje omhoog hier beneden. Heb je nog vragen over de camera? Laat ook hieronderin weten. En ben je nog geen lid van mijn kanaal? Vergeet dan ook vooral niet op hieronder op abonneren te drukken. Weet je wat wel win is? Nou? Ik verander natuurlijk regelmatig mijn autofocuspunt op zo'n baan. En je weet, ik schiet meestal single point. En dan is dat even wennen. Maar... hij zit wel fijn. Hij steekt niet zo uit, hij is wat groter. Het is niet zo'n heel dun dingetje. Hij is dus... van de GFX volgens mij, als hij de eerste deze had. Dus wel een verbetering moet ik weer zeggen. Maar moet je zeggen, vind ik met alle knoppen eigenlijk, ook als ik het vergelijk met de GFX body, vind ik hem gewoon fijner, alles in een ding zitten. Je weet hoeveel ik fotografeer in een sportweekend, dus ik doe dat met die, doe ik zo met nummer 1. Dus dat is dat even, die hand moet even het... moeten we even wennen. Even wennen, maar hij ligt verder perfect in de hand. Ik gebruik altijd gewoon de viewfinder. Dus dat is, vind ik wel een plus. Al vind ik dat andere scherm ook wel weer lekker. Maar het, voor sport, je had flip-flap. Flippy screen. Ja. Wij doen dit, dit is flippy screen. Ja, het andere is een flappy screen. Flappy, ja. En dat vind ik wel heel erg fijn. Maar ik denk voor de sport, want dan gebruik je dat Tony, dan is dit wel ideaal. Okay. Lekker dicht. Ook als ik op het circuit loop, gebruik ik het nooit. Ik kan alleen maar beschadigen. Dus ik heb hem nou lekker wegstoppen. Tussendoor, je eerste reactie en... Nou, als eerste... En dat was eigenlijk al gelijk toen ik de camera, de body, online zag. Er zijn die twee punten in de camera, in de body. Daar was ik al gelijk verliefd op. Niks meer aan die zijkant, geen ringetjes die open kunnen. Ja. Geen geratel meer vandaar de ringetjes die altijd een beetje geluid maken. Ja, het is echt, dit is geen geknoei met het erin hangen met van je strap. Dat vond ik het eerste grote pluspunt. Maar had ik het nog niet in mijn handen gehad. En dan vind je de grip van de nieuwe camera? Ja, hij houdt lekker vast. Ik moet wel zeggen, ik heb nou natuurlijk de 100-400 erop. En als ik daar een dag mee moet staan, dan zou ik toch... voor mezelf zeggen van ik moet er een grip bij hebben. Ja, ik heb inderdaad nu de battery grip en straks ook de grip met de netwerk aansluiting en dat soort dingen. En dan wordt de lens gelijk een stuk lichter, want ik moet hem nou hier opvangen. Maar voor normaal werk en met een normale lens houdt hij zo goed vast dat je het eigenlijk denk ik niet nodig hebt. Nee, ik heb de grip absoluut nog niet gemist voor dit moment. Ja, jij hebt natuurlijk gefilmd, dus jij hebt het andere lens erop gehad. En ik denk dat hij dan wel aardig lekker in de hand ligt. En dan is het misschien net too much. Ja, ik vind hem altijd, ik wil het altijd zo licht en compact mogelijk houden. Met name als je gimbalen bent. Ja dus iedere gram is te veel, vind ik. En het heeft natuurlijk voor mij een voordeel. Als ik op het circuit van Assen loop bijvoorbeeld, dan heb ik zoveel stroom bij me. Dan hoef ik niet zo vaak te wisselen. Nee. En dat is ook fijn. Ik heb altijd wel twee accu's aan mijn broekriem hangen, maar... hoe minder ik hoef te wisselen, des te beter. Hoe beter het is. Ja. Dus, maar mijn indruk is echt, ik kan wel zeggen dat ik een beetje verliefd aan het worden ben. Oeh. Maar niet op jou, hoor. Wel op je body. Sorry. Nou, dat vinden we jammer. Ja, sorry. Ik kan er niks aan doen, maar...
Voordeel is zeker de batterijduur. Want ik ben natuurlijk de 1 gewend. En dat schiet natuurlijk nog wel eens op met zo'n batterijtje. Dus dan sta je aardig te verwisselen. En ik heb gisteren gewoon op 1 accu heb ik een aantal flinke uren doorstaan schieten. Zonder enig probleem en nog stroom over. Het is warm weer. Water drinken, belangrijk jongens. En een beetje zout eten. Maar dat terzijde. Een vraag die veel online voorbij kwam was: hoe werkt deze camera met flits? Nou, we hebben Daan hierachter bereid gevonden om even model te staan. Om even een paar testfoto's te maken. Dan gaan we het even testen en kijken hoe het gaat. Die dan zo tussendoor, zo spontaan, of vind ik dan altijd nog... Wat leuk. Nou, voor mij dan. Moet ik er zo bij staan, dan net op een foto te kijken zijn, weet je wel. Ja, echt super vet. Nee, ik vind het echt heel erg leuk. Dat licht ook. En dat doe je met die flitser. Ja. Dus wat we eigenlijk doen is... Lijkt net alsof het helemaal geen nut heeft nu, maar wel nou, dus. Ik probeer zoveel mogelijk van het daglicht inderdaad weg te duwen met de sluiter. En dan geef ik dat kusje licht erin. Dat zorgt dat je nu minder die harde knetterzon hebt. En wel er mooi op staat. Dat kan ik me toch echt niet voorstellen ook, hè? Dat moet je... Ja, dat zie ik niet uiteraard. Nou ja, op de buiten ga ik niet zo staan. Hoor. Echt niet? Net even je hebt er nou een heleboel bij je. Nu kan het. Nu kan het. Zo, we hebben net de camera even getest met portretten schieten met flits, want er waren vragen over binnengekomen. En wat ik gedaan heb, ik heb gefotografeerd met de elektronische sluiter, of in ieder geval geflitst met de elektronische sluiter. En dit ging eigenlijk gewoon heel erg goed. Ik kon in dit geval tot een 10.000ste van een seconde kon ik nog steeds synchroniseren met mijn flits. Dus ik kon eigenlijk heel erg het daglicht wegdrukken, want het is behoorlijk fel licht waarschijnlijk, zoals jullie nu kunnen zien. Het is een lekker hete, warme, zonnige dag. En ik kon gewoon tot een 10.000ste van een seconde zonder problemen flitsen, wat gewoon echt super fijn en goed is. Daarboven begon ik wel zwarte balken te krijgen. Alleen ik denk dat het meer komt door de snelheid van mijn flits dan door de sluiter zelf. Ik denk als ik misschien de studio ga doen, dat ik wel tot een 20.000ste kan doen als ik met mijn Profoto D2's bijvoorbeeld ga fotograferen, die gewoon een stuk sneller zijn. Moeten we in de toekomst even een keer gaan proberen. Maar eerste reactie, flitsen met elektronische sluiter gaat gewoon zonder probleem en dat is wel heel erg fijn. Hey. Ja. Hoe beviel hij? Moet hij terug of mag ik hem houden? Ik kan Kasper bellen, maar ik denk toch echt dat hij nog even terug moet. Je toch even moet wachten. Inleveren dus. Helaas wel. Hij heeft me zeer verrast. Je weet, ik ben een liefhebber van de 1. Ik kan lezen en mee schrijven. Hier moet ik nog mee leren lezen en schrijven. Qua indeling zijn wat dingen veranderd. Er zijn wat dingen op andere plekken. Knopje minder en weer op het... Maar perfect. Hij heeft me echt, echt verrast. Hij doet het onwijs goed. De autofocus, wat ik al gelezen had, die moest bijzonder zijn. Nou, dat is hij, geloof mij. Je moet even wennen als je de 40 in de seconde wil schieten, want je hebt het dus niet door. Nee, het is een keer een kaartje vol. Ja, je moet echt boven het hoekje kijken of je ook daadwerkelijk even je vinger erop hebt. Want nee, je hebt het niet door. Nee, het is echt een hele fijne camera. Zeker voor in de sport. En ik maak nog wel eens een paar sportfoto's. Dus dat een paar maar, hè? Ja, niet zoveel. Ja, voor degene waar kunnen ze het vinden? Aribonfotografie.nl. Daar vind je foto's, ook van vandaag. Ook van vandaag, inderdaad. Dus mocht je de resultaten beter willen bekijken, kijk ze ook daar vooral lekker. Belangrijk. Deze video ging inderdaad vooral met Arie over de fotografiekant. We hebben ook een video gemaakt over de videokant. Klik waarschijnlijk hier of onderin naar de andere video. En denk niet nou automatisch denken van ja, maar ik vind fotografie alleen maar interessant. Hoef je niet te kijken. Er zitten denk ik absoluut tips in die we daarop gestopt hebben die ook voor fotografie staan. Dat denk ik ook wel, ja. Jazeker. Dus kijk die ook gewoon. Van de rest, wil je abonneren op mijn kanaal? Klik hier beneden. Klik op Arie's gezicht. Klik hier op video's die je er gemaakt hebt. Heb je vragen, laat hieronderin weten. En dan zie ik je hopelijk snel terug bij een volgende video. Hoi hoi. Adios.